Welkom bij de Aardeskunde Podcast. Examenonderwerp water. We zijn aangekomen bij het eerste hoofdstuk. Paragraaf 1.1. Soorten water in verschillende regio's. Het gaat hier om de methode wereldwijs aardeskunde voor 4 TL. Maar ook andere methodes kun je er natuurlijk gebruik van maken, want het is examenstof. En we gaan behandelen welke soorten water heb je. In welke soorten regio's kun je Nederland indelen als het gaat om oppervlaktewater? Wat is de waterkringloop? En hoe geven we hoogteverschil aan op een geografische wijze? Welke soorten water heb je? In Nederland kennen we 3 soorten. We beginnen bij de eerste, oppervlaktewater. Oppervlaktewater, dat zie je. Grondwater. Dat zit in de grond en hier zie je ook duidelijk verschil tussen grondwater wat in de bodem zit en oppervlaktewater wat zichtbaar is. En vervolgens regenwater. Dat is het water wat uit de hemel valt en in Nederland terechtkomt. Dat kan oppervlaktewater worden, maar dat kan ook grondwater worden. In welke soorten regio's kun je de oppervlaktewater indelen? Nou, dat zijn de 4 regio's. Je ziet ze hier. We gaan ze even allemaal bij langs. Kust- en zeegebieden. Nou, deze gebieden hebben met zoutoppervlaktewater te maken. Dat wil dus zeggen dat ze er anders uitzien dan de rest van Nederland. Denk aan de duinen, denk aan het Waddengebied. Dan heb je riviergebieden en beekdalen. In het midden van Nederland stromen de meeste rivieren, dus de Rijn, de Maas en richting het noorden de IJssel ook. Daarnaast heb je nog de Waal. Verschillende riviertjes, dus die uitkomen in de hoofdrivieren, die maken van dit gebied een rivierlandschap. En dat is een waterrijk landschap. Dan heb je nog meren en plassen. Sommige meren zijn ontstaan door afgraving van veen, dus dan is het in Laag-Nederland, waarbij het grondwater al vrij hoog stond, en door het veen af te graven ontstonden meren. Maar je hebt ook, zoals voornamelijk in Noord-Nederland, bij de meren die je in Noord-Nederland tegenkomt, die zijn ontstaan door de laatste ijstijd, doordat er een keileemlaag, een ondoordringbare laag, in de bodem zit, waardoor het water niet weg kan, en zo krijg je dus ook oppervlaktewater. Naast dat het veel zoet water bergt, is het natuurlijk ook een plek voor recreatie. Hier een foto van bovenaf. Dan heb je nog de polders. Laaggelegen gebieden die zonder bescherming onder water liepen of gewoon onder water stonden. Door middel van molens, afwateringssloten, gemalen werden deze droog gehouden. Flevoland is hier een voorbeeld van. Maar ook in Noord-Groningen, waarbij Groningen schreef uitgebreid dijk voor dijk. Dus men zette een dijk en verderop kon de zee natuurlijk tot de dijk komen. Maar als je dan een nieuwe dijk bouwt die in zee ligt, dan kun je weer een stuk zee land maken. En vervolgens schuif je die dijk steeds verder richting zee, waardoor je meer land krijgt. En dit is een voorbeeld van de Beemster, wat ontpolderd is. En zo zie je dat met slootjes en afwateringssystemen houdt men dit droog. De waterkringloop, je hebt er 2, is een grote of kleine, of de korte of de lange. We beginnen allereerst met de korte, dus de kleine. Je ziet hem hier paars worden. Water verdampt uit de zee. Het stijgt op, het koelt af. En vervolgens gaat het condenseren. Dus dan is het van gas, wordt het weer vloeibaar. Je hebt bevroren waterdeeltjes en als die wolken vol zitten, dan valt het in de vorm van neerslag. En krijg je dus regen. Het komt echter niet op land, want het is de korte kringloop. Dus het is vrij snel, het verdampt, het condenseert en het valt weer als neerslag beneden en het ligt weer in de zee en dan krijg je het proces weer opnieuw. Daarom is het een kringloop. Dan gaan we naar de lange. Is het begin is hetzelfde, het verdampt natuurlijk. Alleen
Het valt niet regelrecht in zee, maar het valt op het land. En als het op het land zit, dan kan het infiltreren in de bodem. Dus dan wordt het grondwater. Maar het kan ook afstromen over land via rivieren. En dan heb je het over oppervlaktewater. Dus vanuit de bergen vormt, vanuit de bergen komt dus neerslag. Soms blijft het een tijdje hangen omdat het eerst sneeuw is. En dan duurt het tot aan het voorjaar voordat het gaat smelten. En dan komt het alsnog in het oppervlaktewater of in het grondwater terecht. Niet alles gaat regelrecht terug naar zee. Je hebt ook een gedeelte wat onderweg verdampt. Het kan zijn oppervlaktewater verdampt of door middel van bomen dat het transpireert. Dus dat het via de wortels wordt opgenomen en via de bladeren weer de hemel in stijgt. Dus het verdampt op land, zowel in meren, rivieren als bomen. En dan is het niet direct terug, want dan blijft het op land. Uiteindelijk via de rivieren stroomt het weer terug in zee, is het water weer terug bij waar het vandaan komt en dan is de kringloop compleet en begint het weer opnieuw. Hoe kunnen we in Nederland hoogte aangeven? Dat doen we met NAP, dat is Normaal Amsterdams Peil, niet te verwarren met Nieuw Amsterdams Peil. Dat ligt in zijn oorsprong bij het IJ in Amsterdam, wat het vloedniveau was. Uiteindelijk is het omdat Nederland vrij goed bezig was qua zeevaart en qua handel en is dat gaan verspreiden naar Zweden, Duitsland, Noorwegen, Finland en daar hanteren ze dus ook qua hoogte gewoon NAP. Het laagste punt in Nederland, Nieuwekerk aan de IJssel, daar is een punt van min 6,76 meter. Dat is gewoon een huishoogte, dus een huis met twee verdiepingen en een puntdak is ongeveer 6,7 meter, dus zover onder zeeniveau. En het hoogste punt in Nederland, je praat over een berg, maar een echte berg is het natuurlijk niet, 322 meter hoog. Nou, hoogteverschil en invloed van water heeft natuurlijk met elkaar te maken. Nou is in Nederland niet zo heel veel hoogteverschil, maar hou je achterover, kan ook dat echt bergen zijn van 1500 tot 2000 meter en dan maakt het dus wel uit. Want hoogteverschil is een belangrijke factor. Ander woord voor hoogteverschil is relief. Je hebt lage gebieden en je hebt hoge gebieden en het verschil daartussen is relief. Nou, bij lage gebieden heb je veel oppervlaktewater omdat de grond snel verzadigd wordt. Dus dan zit je vrij snel onder NAP of in de buurt van NAP en al het water wat erbij komt, dat zorgt ervoor dat de grond verzadigd raakt, dus dat het vol raakt. Daardoor heb je ook heel veel oppervlaktewater. Dat is in hooggebieden niet zo, omdat de grondwaterpeil wat lager zit. Dus als het al in de vorm van neerslag of via de rivieren langskomt, dan kan het vrij ver de grond nog inzakken totdat het bij het grondwaterpeil is. Ook kennen we in deze gebieden meer neerslag. En dan heb ik het over de hele hoge gebieden en dat wordt met dit plaatje duidelijk. Dat als er bijvoorbeeld stijgende lucht aankomt, of lucht aankomt, die botst tegen de berg, dat moet stijgen. Doordat het stijgt, wordt het snel koud, condenseert het en dan valt het aan de ene kant van de berg, valt de neerslag. En als die berg er niet was geweest, was die neerslag op dat punt, was die er niet. Dit is paragraaf 1.1, waarbij je geleerd hebt welke soorten water je hebt. Dus oppervlaktewater, grondwater en regenwater. De regio's dat je in Nederland kunt indelen, de vier. De waterkringloop, de korte en de lange. En hoe hoogteverschil per geografische wijze wordt gemeten met het NAP. Dit was paragraaf 1.1. Bekijk ook alle andere podcasts van het hoofdstuk water, of het onderwerp water van hoofdstuk 1, 2 en 3. En abonneer je op mijn YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwe podcast. En dan hoop ik je een keer terug te zien en succes met het leren.